Ondertussen heeft de oppositie de kabinetsplannen al wel gelezen. Henk Krol van 50PLUS is gematigd positief. Meneer Krol, ik hoor u voeteren hier. U bent boos. Ik ben meer dan boos. Ik ben woest. Ik ben meer dan boos. Ik ben woest. Het is een tip voor interviewers. Henk Krol wil altijd overtoepen. Hè? Meneer Krol, u bent geil. Ik ben meer dan geil. Ik ben botergeil. Ik ben kletsnat. Zo is hij. Nou, Henk Krol is dus boos. En als de verslaggever dan een percentage van Henk Krol in twijfel trekt, dan zie je hoe goed voorbereid hij is. Aan het eind van deze kabinetsperiode zullen ouderen tot bijna 40% achterlopen op werkende. 40%, dat kan toch niet? 40%, wilt u het met me meerekenen? Dat is een geniale debattruc. Als je er niet uitkomt, douw je gewoon een blaadje met cijfers in iemands gezicht. Dat is heel handig. De cijfers van Krol die slaan trouwens nergens op, hebben we gecheckt. Maar we pakken hem nu niet op de inhoud, maar echt even zuiver op de vorm. Want dit doet hij altijd. Hier, dit was Prinsjesdag, vorig jaar. Maar ik heb toch net de koning horen zeggen dat de koopkracht voor ouderen ook omhoog gaat. Net als de rest. Dit zijn de cijfers. Bam! Fuck de koning, grafiek in je gezicht. En nu denkt u misschien... Dat werkt toch helemaal niet? Oh nee, hier moet je kijken. Hier, even kijken. Die bovenste lijn, dat is de koopkracht van de werkenden in de afgelopen 30 jaar. En die onderste lijn, als je die dan helemaal doortrekt, dan staat er... Henk, hou op! Hoi, online vrienden. Abonneer je nu op ons kanaal. Dat kost maar 0 euro per maand. Dat is helemaal niks, joh. Elke maand evenveel biertjes drinken als andere maanden. En je hebt het er al uit. Klik hier. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.